Tijdens de vierdaagse feesten is het altijd erg druk in het centrum van Nijmegen. De feestende mensen gaan uiteindelijk ook weer naar huis en sommigen zullen dan ook met de taxi gaan. Dat kan ook een taxi van buiten Nijmegen zijn. Mijn mening is dat als taxichauffeurs buiten Nijmegen komen, wordt hier wokerprijzen en chaos in Nijmegen gebeurd. En dan, daardoor zorgen wij zelf als taxibedrijf in Nijmegen om eigen plekken terug te krijgen in Nijmegen. En is er misschien iets wat de gemeente Nijmegen aan het probleem kan doen? Ja, alleen de gemeente Nijmegen kan ons gewoon alles VTN uitnodigen om alles nog te kunnen onze eigen plekken te krijgen. In 2018 werden taxichauffeurs buiten Nijmegen nog geweerd. Na 2018 is ervoor gekozen dit niet meer te doen. De gemeente was niet bereikbaar voor uitleg. Taxivereniging Nijmegen in Vierdaagse de rest van het jaar heeft een kwaliteit eisen voor alle chauffeuren. Dus we is aansluiten bij taxivereniging Nijmegen. Mag niet korte ritten weigeren, mag niet hoge prijzen zeggen. Moet met netjes auto standplaats, met netjes kleden in standplaats komen. Omdat een station in taxi is visitekaart van Nijmegen. Daarom wij willen alles netjes draaien. Als je in vierdaagse voor ons geven onze plaatsen niet, dus wordt het chaos. Wordt hoge prijzen gezegd, komt alle taxi van hele Nederland. Dus ieder wordt het chaos. Hoge prijzen gaat zijn zeggen. Zijn gaat ook de kortritten weigeren. Dus wordt het chaos. Voor de klanten is het niet fijn om te veel geld kwijt te zijn aan een taxirit. En het is misschien nog wel erger als je rit geweigerd wordt. Klanten zijn niet altijd hier Nijmegenaren zijn ontevreden als het vierdaags feest is. Omdat heel veel taxichauffeurs niet Nijmegens taxibedrijven, wel buitenbedrijven weigeren de ritten en welke prijzen vragen. En overal hier gewoon chaos gebeuren.